Een hoopje oud ijzer, dat is wat de oude filmprojector van de Groene Engel nu is. Dinsdag werd die vervangen door nieuwe apparatuur waarmee films voortaan digitaal worden getoond. Volgens coördinator Oscar Jansen is de overstap bittere noodzaak. Op dit moment komt film op deze manier bij Groene Engel binnen. Een doos van 25 kilo waarin filmrollen zitten. Die moeten aan elkaar geplakt worden. En het maken van zo'n kopie die wij hier vertonen, het maken van zo'n kopie kost ongeveer 2000 euro. En de filmverhuurders die hebben eigenlijk gezamenlijk gezegd, daar gaan we mee stoppen. Alles gaat naar digitale dingen toe. Dus als alle bioscopen in Nederland zijn omgebouwd, dan zijn deze kopieën niet meer ter beschikking. En dus kunnen we ook niet meer vertonen op deze manier. Achter de schermen werd dinsdag druk gewerkt om alle apparatuur werkend te krijgen. Want nog diezelfde avond moest de eerste digitale film op het scherm te zien zijn. De operateurs van de Groene Engel kennen deze manier van werken niet, maar blijven wel onderdeel van het team. Ja, de operateurs van Groene Engel, dat zijn allemaal vrijwilligers. Die hebben we gewoon één nodig per avond, ook om de lampen aan te sturen en dat soort dingen meer. Dus dat blijft gewoon overeind. Maar in hoeverre verandert het werk van de mensen die hier werken? Dat verandert wel, omdat je een film op een andere manier binnenkomt. Nu moeten ze die echt aan elkaar plakken met plakband. Dat gebeurt niet meer, maar ze moeten wel nu in de projector laden. Dat is meer een computerbestand uploaden. Dat moet gebeuren. Dus, Maar kunnen die vrijwilligers dat al? Nee, nog niet. We hebben een cursus binnenkort ook. Daar gaan we met alle zes vrijwilligers gaan we daar naartoe om te zorgen dat iedereen dat op een goede manier ook kan straks. De overstap van analoog naar digitaal is een project van honderden filmzalen en filmverhuurders, waardoor er sprake is van een inkoopvoordeel. Uiteindelijk moest de Groene Engel 30.000 euro op tafel leggen. En dat zit een deel in meedoen aan cinema digitaal en een deel in de verbeterde geluidsinstallatie die daarvoor nodig is en een deel in de verbeterde filmscherm dat daarvoor nodig is. Dat zijn de drie componenten. En wat had het jullie gekost als jullie het individueel hadden gedaan? Als we het individueel hadden gedaan, dan hadden we alleen aan de projector al 60.000 euro kwijt geweest. Dus alles samen waren we dan op ongeveer 90.000 uitgekomen. Maar nu toch 30.000 euro. Waar halen jullie dat geld vandaan? Het geld hebben we bij een lening bij de gemeente Os afgesloten. Voor de bezoeker moet de overstap naar digitaal een betere filmbeleving opleveren met scherper beeld en geluid.